Welkom bij het gesprek met de burgemeester. Het is de maand maart. Er is weer veel gebeurd in de afgelopen maand. Het is bijvoorbeeld heerlijk weer geworden nadat we winterse periode gehad hebben. Daar gaan we het over hebben. De avondklok is verlengd. Er is natuurlijk ook de vraag, hoe komen we uit de coronacrisis? En daar is een advies doorgegeven om dat op lokaal niveau te doen. Daarover heb ik het zo meteen met de burgemeester. En natuurlijk staan er ook Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Hoe gaat dat in coronatijd? En is de opkomst niet onder druk als mensen misschien wel bang zijn om thuis te blijven? Daarover ga ik het hebben met burgemeester Henri Lemfrink. Welkom. Het is heerlijk weer geworden. Mensen die gaan naar buiten. Het lijkt wel lente. Hoe zit het dan met de handhaving in coronatijd? We zijn al nu een jaar verder sinds de coronacrisis is uitgebroken. Bent u nog even daadkrachtig in het handhaven van bijvoorbeeld de anderhalve meter in een park? Ja, daar doen we echt wel ons best voor. Je kunt natuurlijk niet altijd overal op hetzelfde moment zijn. Maar waar te veel mensen bij elkaar zijn, daar treden we ook op. We hebben vorige week ook nog in het plantsoen gehad, waar een stuk of 80 mensen eigenlijk een soort feestje aan het vieren waren. Daar hebben we direct tegen opgetreden. En is optreden dan ook een bekeuring schrijven? Dat ligt aan de situatie. Dat laten we altijd over aan de politieagenten en de handhavers. Want het ligt eraan altijd aan met hoeveel mensen ben je. Ben je dat in staat om dat te organiseren of maak je het dan erger? En kun je beter zeggen iedereen wegwezen? Dat moet je op de situatie zelf even beoordelen. En voor de rest hebben we ook her en der in de regio maatregelen getroffen door parkeerplaatsen gedeeltelijk af te sluiten. En om te kijken of het in de parken niet te druk werd. Daar is veel op gecontroleerd. Daar ben ik ook regelmatig over geïnformeerd. En eigenlijk was steeds de conclusie, het is druk, maar het gaat allemaal net wel redelijk. Nou, dat is prima, want dan genieten de mensen van het mooie weer. Dan bewegen ze, dat is ook belangrijk. Veel mensen gaan wandelen, veel meer dan normaal. Merk ik zelf ook op mijn regelmatige fietstochtje, op mijn wandeltochten, dat ik veel en veel meer mensen buiten zie dan ik normaal zie. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Het is goed dat ze dat doen. Ja. Dat ziet iedereen natuurlijk in de stad, ook de horecaondernemers die zich ontzettend frustreren, want hun terrassen mogen niet open. Deze week is er aangekondigd van ja, we gaan de terrassen maar gewoon buiten zetten, want wij zijn echt aan de beurt. Zijn ze niet ook aan de beurt als dat nu ligt? Nou, dat is best wel een ingewikkeld vraagstuk, moet ik zeggen. We hebben er afgelopen vrijdag met minister Grapperhaus over gesproken. Die heeft ons ook laten zien wat de impact van de horeca is geweest op de besmettingscijfers toen de horeca nog open was, ja, dat valt ook helemaal niet mee. Dus dat is toch best wel schrikken als je die cijfers ziet. Dus daar moet je wel mee oppassen. Toch vraag ik me af, we hebben het over de parken gehad. Als ik daar langs fiets, dat zijn groepen mensen met hun eigen drank mee en eigen eten. Wat is dan het verschil met een terras? Ja, vaak gaat het dan om mensen die al een redelijk innige band met elkaar hebben. Terwijl in de horeca kom je ook allerlei andere mensen tegen. En het gaat juist erom dat je de normale ontmoetingsplekken met mensen die elkaar normaal niet ontmoeten, dat je dat zoveel mogelijk tegengaat, zoveel mogelijk verkeer tegengaat. En ja, je bereikt geen 100%, want mensen die gaan ook in de dorpen bij de buren op bezoek. Er gebeurt van alles wat je niet kunt controleren en wat je niet kunt tegengaan. Alle maatregelen zijn erop gericht om de formele ontmoetingsplekken, om die tegen te gaan. Ja, dat heeft gewerkt, maar we zien nu de cijfers ook weer oplopen. Was voorspeld overigens dat het geval is. Maar wij moeten er wel voor zorgen dat dat niet out of control raakt. Wat ik wel begrijp, is dat ze zeggen van kijk, de terrassen zouden toch eerder open moeten kunnen dan de rest van de horeca. Dat is waar. En misschien moet je wel met overdag beginnen en niet alvast 's avonds. Want dat lijkt me ook, als we naar de terrassen kijken. In juni mocht iedereen open, allemaal afgebakend. We zien het hier ook midden in de stad toen dat open ging. Ja, dat lijkt me een van de meest gecontroleerde omgevingen om gezellig met elkaar een drankje te doen. Dat klopt. En vandaar dat ik ook denk dat als we weer naar versoepelingen gaan in deze zin, dat die terrassen wel als eerste aan de beurt zullen zijn. Er zijn nog wel een paar dingen waar je aan kunt denken. Hè. De non-food bij de markten, die mogen ook niet. Maar daar kun je ook een discussie over voeren. Van zou je dat eigenlijk wel moeten tegengaan? Er zijn meer voorbeelden van zaken die op dit moment dicht zijn. Waarvan je zegt, van ja, zou dat eigenlijk niet ook moeten? Nou, we hebben niet afgelopen week, maar de week daarvoor als Veiligheidsberaad een brief aan het kabinet gestuurd. En daar hebben wij ook een suggestie gedaan. Van ga nou, als wij gaan versoepelen. En dat gaat een keer gebeuren.
Je kunt ervan uitgaan dat ergens in mei, als alles goed blijft gaan, alle kwetsbaren wel zo ongeveer gevaccineerd zijn. Dan zou je als maatschappij een tikkeltje extra risico kunnen durven lopen. En dan zou je kunnen kijken, hoe gaan we die periode tussen nu en mei dan overbruggen? Nou, hebben we gezegd van, doe dan eerst buiten, daarna binnen. En werk met tijdslot. Dus, ook in de horeca? Dat kun je ook doen. Dus je kunt gewoon zeggen, van doe in eerste instantie bijvoorbeeld de horeca overdag, buiten. En dan zeg maar het dinertijd erbij. En dan de avond later pas. En bedoelt u met tijdslots ook dat je maar 2 uur op een terras mag zitten bijvoorbeeld? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel echt van dat het weer open gaat in een bepaalde periode van de dag. En niet de volledige normale openingstijden. En zo kun je ook een beetje misspelen. Dus je kunt ook zeggen van, doe niet eerst de horeca en daarna de winkels. Je kunt ook nog ervoor kiezen om te zeggen, we doen eerst gedurende een bepaald tijdsperiode op een dag een aantal sectoren. Nou, dit soort suggesties hebben wij aan het kabinet gedaan. Ja. Maar op dit moment is er eigenlijk onvoldoende ruimte om tot versoepelingen over te gaan. Ja, een van de versoepelingen die eigenlijk als eerste op tafel lag, zoals ik het in ieder geval begrepen had, was het afschaffen van de avondklok. De vorige keer dat we hier zaten, zeiden we ook van, ja, dat is voor korte duur. Het is een grove maatregel. Mensen mogen 's avonds niet meer op straat. Het verbaasde mij dat er de afgelopen keer besloten is door het kabinet om die avondklok dan te verlengen en om andere, bijvoorbeeld de opening van de scholen mogelijk te maken. Heeft u dat ook verbaasd eigenlijk? Aanvankelijk wel, maar ik begrijp het wel. Eigenlijk merk je dat in Nederland er best veel draagvlak is voor die avondklok. Er zijn maar heel weinig mensen die er echt heel veel problemen mee hebben. En er zijn veel mensen die zeggen van, ja, als je toch moet kiezen, dan heb ik liever dit dan een aantal andere maatregelen. Dat heeft het kabinet ook gehoord. Dus dat is ook wel logisch. Vanuit de samenleving klinken veel geluiden. We moeten wat met jongeren. Dus vandaar dat het ook logisch was om eerst wat met de jongeren te gaan doen. Scholen en dergelijke. Ik denk dat het ook heel verstandig is om die keuze te maken. Ja, dat brengt mij automatisch bij de volgende vraag. Want uw collega uit Hilversum, Pieter Broertjes, die zei in het televisieprogramma De Publieke Tribune, waar u ook aanwezig was, deze crisis heeft zich gemuteerd, net als het virus. Het virus heeft meerdere varianten gekregen, maar de crisis is inmiddels ook een maatschappelijke crisis, waar we veel meer moeten kijken naar de maatschappij dan naar de gezondheid van mensen. Deelt u dat met hem? Ja, die opvatting die deel ik wel. Het is belangrijk dat de andere zaken ook een belangrijke rol in de afweging gaan spelen. De economische effecten voor onze samenleving, de maatschappelijke effecten voor onze samenleving, die zijn ook heel erg groot. En zodra die ruimte er is, moet je ook die rol veel zwaarder laten wegen. Maar op dit moment moet je vooral even in de gaten houden dat we ons niet kunnen veroorloven dat straks de doodskisten voor de ziekenhuizen komen. Is het echt nog zo erg? Want je hoort het aantal besmettingen neemt wel weer wat toe, maar in de ziekenhuizen is het nog te behapstukken. Is het echt nog steeds, gaat het over die doodskisten nu? Nou, het heeft met name te maken met de verwachtingen die we hebben, die het gevolg zijn van de nieuwe virusvarianten die op zijn gekomen. Je kunt op basis van het model verwachten dat we de komende tijd nog een behoorlijke stijging weer meemaken. En die stijging moeten we doorkomen om te voorkomen dat het dan echt misgaat. Als dat lukt, ja, dan moeten we ook langzamerhand denk ik die andere aspecten ook goed mee laten wegen. Maar we mogen dit niet laten gebeuren. Tot op heden lijkt het model toch redelijk voorspellende werking te hebben. Dus die stijging die men voorspelde is er op dit moment. En als ik het goed heb, verwacht men daar de piek over een paar weken van. Ja. Laten we het over die exit hebben uiteindelijk, over de versoepelingen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, waar Jeb Bussemaker de voorzitter van is, die zei, ja, een crisis strijd je met z'n allen. Dat doe je landelijk met z'n allen in het gelid. Maar een uitweg daaruit is eigenlijk een veel meer lokaal vraagstuk. Want ja, in Leiden gaat het heel anders dan in Assen of in Leeuwarden. U bent van de school, je moet met elkaar optrekken. We vormen één front in Nederland als burgemeesters, het Veiligheidsberaad. Is dat ook na de crisistijd het geval? Of ziet u wel wat in dat advies om het lokaal aan te pakken? Ja, dat lokaal kan wel, maar dan moet het algehele niveau heel laag zijn. Het heeft niet zoveel zin om per regio verschillende maatregelen te treffen als het aantal besmettingen nog zo hoog is als het nu is. Dat werkt gewoon niet.
Dat hebben we vorig jaar zomer gezien. Toen zijn er pogingen ondernomen om regionale verschillen te laten ontstaan. Maar ons land is te klein en heeft te veel onderlinge contacten om dat goed mogelijk te maken. Door andere maatregelen in Amsterdam te treffen dan in de regio waar wij in zitten, voorkom je nog niet dat die Amsterdammers hier naartoe gaan of omgekeerd. En dat die besmettingen toch optreden. Dat heeft niet zoveel zin. En bovendien, stel dat wij hier zouden zeggen, oké, de terrassen mogen open en andere gemeenten die doen dat nog niet. Hoe lang denken we dat die lokale samenleving dat volhoudt? Want iedereen gaat daar roepen, het kan in Leiden wel. En waarom kan het bij ons niet? En dat hou je niet vol. Dus daar is een neiging naar dan ook weer dicht bij elkaar blijven met de maatregelen. Ja. Het kan wel op het moment als er heel weinig besmettingen zijn. En er treedt ergens een piek in besmettingen op. Dan kun je nog wel zeggen, we nemen hier maatregelen om dit tegen te gaan. Ergens anders is het niet. Dus hoef je die maatregelen ook niet te treffen. Dus dan is het ook logisch. Wat ik veel belangrijker vind, is dat je met elkaar een aantal principes deelt over die versoepelingen. Zoals ik ze net noemde. Eerst buiten, dan binnen. Ja. Eerst overdag, dan 's avonds. Eerst richting jongeren, dan richting volwassenen. En zo kun je nog een reeks van die principes bij elkaar brengen. En dat leidt tot logische vervolgstappen. Dat gelden wel voor heel Nederland. Ja. Maar als we het daarover hebben, kijk, Leiden is een studentenstad. Den Haag is geen studentenstad, of in ieder geval in veel mindere mate. Dan kan ik me voorstellen dat die twee steden om een heel andere aanpak vragen om weer uit die crisis te komen. Nou, op het moment dat je het specifiek over studenten hebt wel. Maar op het moment dat je zegt van focus nou eerst op jongeren. Dan daar zitten studenten ook bij. En dan is die samenstelling van die groep in Den Haag misschien ietsjes anders. Zijn er misschien relatief minder van, maar de maatregelen hoeven nog niet anders te zijn. Ja. Wanneer kunnen we weer wat doen? Wanneer kunnen we op vakantie bijvoorbeeld in Leiden? Kunnen we gewoon in de parken zitten zonder dat we ons zorgen hoeven te maken deze zomer? Wat is het perspectief? Nou ja, ik hoop dat ik het zelf ook precies zou weten. Maar dat weet ik ook niet. Je kunt hooguit de verwachting hebben dat als alle kwetsbaren gevaccineerd zijn, dat zal ergens in mei zijn, dat we dan meer ruimte hebben. Dus die verwachting heb ik eigenlijk wel. En ik ga er ook vanuit dat dat in ieder geval wel gaat lukken. Ja, ik hoorde pas iemand zeggen, ik ben geen hulpverlener, maar ik ben hoopverlener. Daar moest ik even aan denken. Ik dacht, ja, dat is ook wel wat we nodig hebben op dit moment. Kunt u die hoop aan mensen bieden die het nu heel zwaar hebben? Nou, het enige waarvan je zegt, je weet zeker dat het rond de zomer een stuk beter gaat. Vanwege de vaccinatie, vanwege het mooie weer. Virussen die houden niet zo van lekker warm en droog en zon. Die kant gaat het op. En dan kunnen we de tussentijd door blijven gaan met vaccineren. Zodat we in het najaar, als we dan alle volwassenen gevaccineerd hebben, ja, dan moeten we wel langzamerhand weer een flink end op weg naar normaal zijn. De komende paar maanden worden het meest spannend. Tussen nu en zeg maar half mei, eind mei, als die vaccinatie van die kwetsbaren voltooid is, wordt het voor ons echt lastig. En hoe kunnen we die periode doorkomen? Zijn daar nog versoepelingen in mogelijk? En per wanneer zou dat dan kunnen? Dat zijn de grote vragen waar we mee zitten. Waar ik ook nu nog geen antwoord op heb, maar waar we wel over in gesprek zijn met het kabinet. Ja. Ja, en wat als eerste voor de deur staat, zijn eigenlijk de Tweede Kamerverkiezingen. Een groot evenement, om het zo te noemen, voor iedereen relevant. Of in ieder geval voor iedereen voor 18 jaar en ouder. We mogen 3 dagen naar de stembus. Welke dagen zijn voor wie geschikt? Mag iedereen op elke dag gaan stemmen? Of? Ja, in theorie mag iedereen elke dag stemmen. Maar eigenlijk is er wel een oproep aan de mensen om te zeggen, laat de mensen die het meest kwetsbaar zijn vooral gebruik maken van die extra dagen die voorafgaand aan de eigenlijke verkiezingsdag worden georganiseerd. Reserveer die ruimte voor hen zoveel mogelijk. Maar het is niet verboden om dan toch te gaan stemmen. En daarnaast is er natuurlijk ook nog het briefstemmen, wat mogelijk is voor de ouderen. En dat is fijn dat die extra mogelijkheid er bestaat. Ja. En daarmee denken wij dat het goed en veilig te organiseren is. We hebben ook wat extra stembureaus ingericht. Er is veel ruimte in die stembureaus. Er is ook een extra lid van het stembureau dat specifiek aangewezen is om ervoor te zorgen dat het een beetje goed gaat met die afstand houden. Dat mensen er ook op aangesproken worden en dergelijke.
En daarmee verwachten wij eigenlijk dat het wel in orde komt. Ja. Even over dat briefstemmen. Er zijn wat zorgen omdat het nog een complex proces is. Je moet het wel op de goede manier doen om die briefstem goed binnen te krijgen. Maakt u zich daar zorgen over dat niet iedereen dat doet en dat dat tot een heel hoog aantal ongeldige stemmen leidt? Nou, ik denk dat het meevalt. In de praktijk denk ik dat het zich ook nog wel redelijk zichzelf wijst. Ja. Er geldt nog steeds een avondklok. Vooralsnog is die verlengd tot 15 maart. Dat is de eerste dag dat de verkiezingen mogen. Hoe zou dat eruit zien als er een avondklok is tijdens de verkiezingen? Want mensen die mogen kijken hoe het tellen van de stemmen gaat. Er zijn veel mensen op straat dan waarschijnlijk. Hoe ziet u dat voor zich? Ja, dat kun je eigenlijk op dit moment nog moeilijk zeggen. Dat is ook een van de onderwerpen waar we met het kabinet over spreken. Het kabinet denkt daar ook over na. Dus wij verwachten daar wel een helder antwoord op. Maar iedereen ziet het vraagstuk en wil daar ook wel een goed antwoord op hebben. Wat is voor u tijdens die verkiezingsdagen het belangrijkste? Dat we dat democratische proces zoals het in de letter van de wet is opgeschreven allemaal volgen? Of dat we ook met die avondklok bijvoorbeeld werken en de coronamaatregelen proberen zoveel mogelijk te handhaven? Regels mogen niet strijdig zijn met elkaar. Mensen moeten in staat zijn om het tellen van de stemmen te kunnen volgen. En als dat 's avonds na 9 uur gebeurt, ja, dan heb je een probleem met die avondklok. Dus daar moeten we echt een oplossing voor vinden. Zolang die er niet is, blijven we daar nog even op studeren. Maar er moet een oplossing voor komen. Tijdens de afgelopen persconferentie zei de minister-president Mark Rutte, ja, als die avondklok er is, dan geldt die gewoon. Maar mensen zullen wel gecontroleerd worden. En als ze dan zeggen dat ze iets te doen hebben met de verkiezingen, dan zullen ze geen boete krijgen. Dat klonk in mijn ogen een beetje als een halfbakken oplossing. Ja, daarom zijn we er nog niet. Dus daar moeten we echt een helder antwoord op hebben. Ja. Tot slot, afgelopen vrijdag moest de gemeente even opstaan, want er waren verkeerde stembureaus op de stempassen gedrukt voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn ook mensen die op een oud adres een stempas voor het referendum hebben ontvangen. Gaat het allemaal goed achter de schermen? Het is verschrikkelijk druk, dat is zeker waar en dat maakt het ook wel lastig. Bovendien, veel mensen werken van huis en dat heeft wel veel voordelen, maar zo af en toe ook wel nadelen. Dus we merken dat we daar echt problemen mee hebben gehad. En dit is natuurlijk niet om goed te praten. Het is heel vervelend dat dit zo gebeurd is. Maar ik denk aan de andere kant ook weer niet dat het een enorm vraagstuk hoeft te zijn. De mensen die nog geen of op een verkeerd adres iets ontvangen hebben, dat is makkelijk te corrigeren. We zien het ook van tevoren, dus dat gaan we ook doen. Waar een verkeerd stembureau is opgedrukt, dat is ietsje lastiger. Hoewel het op alle andere plekken wel heel goed aangegeven staat. We zullen er veel over communiceren. En we denken nog na over specifieke vraagstukken als iemand die 9:01 bij dat stembureau komt. Bij het verkeerde stembureau eigenlijk. Bij het verkeerde stembureau komt dat op die stempas staat. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat die toch nog tijdig kan stemmen. Nou, daar proberen we een oplossing voor te vinden. Maar ik denk dat het zich uiteindelijk wel wijst. Want het kost wel weer even extra werk om het allemaal geregeld te krijgen. En zijn het spannendere verkiezingen dan in de afgelopen 18 jaar? U bent daar verantwoordelijk voor als burgemeester, hoe dat in Leiden gaat? Ja, zeker. Want het is echt anders dan anders. Wij hebben bovendien de extra complicatie dat wij ook nog een referendum hebben. Dat heeft op de stembureaus als extra gevolg dat mensen iets langer blijven. En dat betekent dus dat de doorlooptijd langer wordt. En ja, daarmee wordt het allemaal wel een tikkeltje spannend. Spannender dan normaal. We hopen dat het allemaal goed gaat en gaan er ook wel vanuit dat het uiteindelijk goed gaat. Ja. De verkiezingen zijn op 15, 16 en 17 maart. Daar kunt u naar de stembus voor het referendum over het Roomburgerpark en voor de kandidaten voor de Tweede Kamer. En in april spreek ik u weer, burgemeester Henri-Leen Frink-Danks, voor uw komst naar de studio. Dit gesprek wordt herhaald op Sleutelstad TV tot zondagavond. En is ook natuurlijk terug te kijken op sleutelstad.nl.